Veel later in het jaar, om precies te zijn op 13 november, werd de realisatie van een ander bouwwerk geaccentueerd door het leggen van de eerste steen, die echter al door velen was voorafgegaan. Pater Hoogveld, provinciaal door Augustijnen, zegende en metselde een hoeksteen in het nieuwe gymnasium Augustinianum aan de Geldropse weg. De leerlingen boden als herinnering aan de goede oude tijd een gaslantaarn uit de Augustijnendreef aan.